zelf niet horen door mijn oortjes. Ik weet ook niet waar dat aan ligt of hoe dat kan. In het hele begin toen ik mijn video zo opnam, toen hoorde ik mezelf nog wel. Maar toen ineens hoorde ik mezelf niet meer. En soms is dat wel lastig, want als ik nu dit doe. Ik weet niet hoe dat voor jullie klinkt. Ik heb geen idee. Misschien is het wel veel te hard of veel te zacht. Hiernaast zit een Duits gezin met opa, oma, vader, moeder, baby, alles erop en eraan. En die komen dus nu naar buiten en ik zit eigenlijk vol in het zicht. Dus ik stop maar eventjes, want ik hoor de hele tijd dat geklets van die mensen. En volgens mij kijken ze me aan. Dus ik hou even een hele korte break. Ze hebben de deur nog open staan, maar ik hoor geen harde stemmen meer, dus ik ga gewoon vrolijk verder. Het volgende wat ik hier heb is mijn Huda Beauty Mauve Obsessions oogschaduwpaletten. Deze heb ik nieuw en deze hebben mijn ouders voor me meegenomen uit Amerika. Zien. Hij is echt heel mooi. Ik heb vandaag ook deze ooglook ermee gemaakt. Ik vind zelf best wel een heftige look voor mijn doen. Omdat ik altijd van die naturelle looks gewend ben. En dit zijn echt wat meer heftiger kleurtjes. Een beetje de mauve kleurtjes in de. Nog steeds aan het wachten totdat de buren bij de voordeur weggaan. Ze blijven maar bij de voordeur hangen. Ik heb nooit geweten dat mensen zo lang bij de voordeur kunnen blijven hangen. Maar ik doe hier niks aan. Ik ben hier niet de enige op het park. En daar moet je rekening mee houden. De buren blijven zo lang bij. En ze gaan maar niet weg. Het schiet mij niet op. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik durf eigenlijk niet zo goed te kijken. Ik hou me maar een beetje rustig en stil.
lezen. Rosy lips.
deze Charlotte Tilbury, de Retoucher Concealer and Treat Stick. Het is gewoon ja, concealer die je onder je ogen kunt aanbrengen of ook. Oh, of gewoon ja, plekjes op je gezicht die je wilt verhullen. En daar is deze stick goed voor. Deze stick ook eens een keer bij een Charlotte Tilbury workshop gekocht. Ik had helemaal nog geen concealer. Ik zit hem gelijk helemaal onder te smeren. Ik had toen nog helemaal geen concealer. Dus dit is eigenlijk de eerste concealer. Ooit volgens mij. Een kwastje zoals je net zag. En daar komt de concealer uit als je dan hier aan draait. Oké. Dit is mijn MAC blush. Zat en toen heb ik MAC Melba gekocht. Daar ben ik ook heel blij mee. Vuilnisbak raakt aardig vol. Ik zet het toilettasje even tussen mijn benen. Wat zal ik er nu uit halen? Dit kwastje zit er ook nog in. Kwastje is van Essence en die gebruik ik tegenwoordig om een lijntje mee onder mijn ogen te zetten. Ja, gewoon lekker simpel, lekker makkelijk. Het is zo grappig, want ik zit nu deze video op te nemen en dan kijk ik af en toe in het scherm naar mezelf of ik alles goed in beeld hou. En dan krijg ik iedere keer meldingen van Instagram in beeld. Van die en die vinden je foto leuk. Het is zo grappig om te zien, want automatisch zit ik dat dan toch zo te lezen als dat in beeld komt. Als je het leuk vindt, kun je me ook volgen op Instagram. Ik heb het linkje beneden in de beschrijving. Gezet. Er komen steeds meer volgers bij op Instagram. Wat heel leuk.
volgens mij heb ik het niet heel mooi opgedaan. Ik had eigenlijk nog een laagje eroverheen moeten doen. Maar ik vind deze kleur Gin Jelly echt, echt mooi. Ja, heel blij mee. Ik ga even met deze kwast over jouw gezicht. Zacht die is. Kijk, deze nagellak van Gin Jelly van Essie zit er ook in. Ik vind het heel mooi. Heel blij mee. Ik had 2 nagellakjes. Was een tijdje geleden een actie van alle make-up 1 plus 1 gratis. Behalve Essie en behalve Essence en Catrice. En dat zag ik op hun website. Dus Essie nagellakjes. En toen heb ik er daar 2 van besteld. Lifesaver wat nagellak betreft, want dit is de Insta Dry van Sally Hansen. Dit is zo'n fijn spul. Ik kan eigenlijk niet meer zonder. Als ik mijn nagels gelakt heb, dan doe ik deze eroverheen. En binnen no time is je nagellak droog, want ik ben echt zo iemand die probeert altijd heel voorzichtig de nagellak op te doen. Oh nee. Oh nee. Ik heb kippenvel. Er was een wesp. Bij mijn voeten. Heerlijk zo buiten opnemen. Dat is echt een aanrader. Maar ik was aan het vertellen dat ik dit zo'n toppertje vind.
deze highlighter is van MAC. Dit is de Extra Dimension Skin Finish in de kleur Beaming Blush. Beaming Blush, Beaming Blush, Beaming Blush, Beaming Blush. Spelletjes op de grond, maar die ruim ik straks wel op. Even een wesp kijken bij de make-up, maar hij is alweer weg. Nog een kwastje. Dit is de MAC 217. See.
Kate is ook zo'n beauty. Deze is volgens mij gewoon wat meer... nog iets meer nude en licht, ja, lichter dan Brave. Faux en Brave zijn echt mijn favorieten. Maar dan moet ik zeggen dat ik niet heel veel MAC lipsticks heb, dus misschien zijn er nog wel veel mooiere, maar dat weet ik niet. Alhoewel, ik heb best wel wat MAC lipsticks eigenlijk. Maar ook wat fellere kleurtjes. Mijn wimpers ertussen zo en dan krullen. En dan vind ik gewoon mijn mascara wat mooier zitten. Als mijn wimpers een beetje gekruld zijn. Nog één. Dan heb ik nog een nagelknippertje en een bokkenbootje. Voor mijn nagel. Deze heb ik bij de Action gekocht. Echt een tijd geleden hoor. En deze heb ik al eigenlijk te lang. Ik moet een nieuwe kopen. Maar dit is de I Love Stage Eyeshadow. Dat was het allerlaatste product in mijn
tijd tijdens het opnemen van deze video vond ik het wel heel erg leuk om te doen. Misschien dat ik zo nog een video buiten ga opnemen. Ik weet alleen nog niet waarover. Dus dat moet ik dan nog even bedenken. Geen idee. Misschien ga ik het wel binnen opnemen. Maar goed, ik wil in ieder geval nog een video opnemen hier zo. En als je nog wakker bent, wens ik je